gedachten over duimzuigen die zijn nogal veranderd in de loop der tijd. Kinderen hebben altijd op hun duim gezogen. Er zijn schilderijen bekend uit de 16e eeuw waarin al een kind stond wat aan het duimzuigen was. Maar de ideeën over dat het eigenlijk niet zo goed was, is eigenlijk pas iets van de late 19e eeuw. Dokters, kinderartsen, psychiaters, psychologen, die vonden allemaal die wat van het duimzuigen. Maar uiteindelijk waren het de tandartsen die zeiden van het is gewoon niet goed voor je gebit. Dus begonnen tandartsen daar onderzoek naar te doen. En langzamerhand kwamen we erachter dat wat het deed met je gebit. Dat je... Er zijn harde maatregelen genomen. Er waren tandartsen die er echt enorm fel tegen gekant waren. En die zeiden, de tandarts die moet aan de wieg staan en de moeder overtuigen hoe slecht het duimzuigen wel niet is. En ze bedachten dus allerlei middeltjes om te voorkomen dat het kind de duim in de mond zou steken. Handen werden op de rug gebonden. Maar dit was ook bijvoorbeeld zo'n voorbeeld om te gebruiken om te zorgen dat je kind niet de duim in de mond zou steken. De handjes die werden hier ingestopt. Dat werden dichtgemaakt met een touwtje en dit werd aan het bed vastgemaakt. Op die manier kon het kind niet de duim in de mond stoppen. Er zijn ook allerlei vieze middeltjes bekend om op de duim te smeren, zodat het kind niet de duim in de mond zou stoppen. Dus er zijn heel veel ideeën geweest. Tegenwoordig denkt men daar gelukkig anders over. Dat is ook onder invloed van dokter Spock, die in de jaren 50 hele andere ideeën had over het kind. Dat moet veel losser en vrijer opgevoed worden. Tegenwoordig hebben we de speen en is er veel meer aandacht voor dat duimzuigen op lange termijn gewoon blijvende gevolgen aan je gebit geeft.